tegen Watford. Watford, de nummer 11 van het vorige seizoen in de Premier League. Ajax natuurlijk de kampioen, winnaars van de beker en halve finalist. En bijna op een haar na finalist in de Champions League. Dest. Heerlijke actie. Bal net te scherp voor Kasper Dolberg. Uitstekende actie van die pas 18-jarige linksback. Schöne. En Promes zou uit kunnen halen. Dat doet hij ook. Promes. Bal aangeraakt. En de redding van Daniel Bachmann. Okaka. Jan Maat, alle tijd voor een goede voorzet. Die komt er ook. Alleen gaat de kopbal over vervolgens. Kopbal van Tom Cleverley. Schuurs over de as. Het schot is hard. Geen slechte poging van Per Schuurs. Die een hele goede wedstrijd speelt tot zover. Dusan Tadic achter de bal voor deze hoekschop. Heeft hem aan Promes. Zit er weinig vaart achter die bal om Bachmann echt in de problemen te brengen. Promes, sterk gedaan van de Beek. Met wat ruimte voor zich, rechts Tadic. In de punt Dolberg. En ook Marien sluit bij. Hetzelfde geldt voor Promes. Van de Beek vraagt die bal, maar het steekballetje van Tadic wordt doorzien door Massina. Ingrijp is goed van Veldman. En dit is een briljante bal. Nou, Promes met de 1-0. Nee! Hij kan het niet afmaken. Quincy Promes met de beste kans van de wedstrijd. Bachmann is daar met de redding. Paasje was van grote klasse richting de international van Oranje. Oh, dat is een mooie beweging van Okaka. Doucouré. André Gray. Doucouré. Handbal. Ja, hij heeft al gefloten voor een penalty. Dus gaat het doelpunt van Doucouré niet door. Maar het is wel een penalty voor Watford. De handsbal van Sergiño Dest. Ja, en hij schiet hem keurig binnen. André Gray zorgt voor de 1-0 voorsprong voor de ploeg uit Noordwest-Londen. Kiest een goede hoek, Dominique Kotarski, maar kan de inzet, die harde inzet van André Gray, niet keren. En dus is het weliswaar tegen de verhouding in. 1-0 voor Watford. Dat is een matige trap. Het loopt met een sisser af voor de Engelsen. Tadic. Overstapje is goed van Dolberg. Donny van der Beek maakt de 1-1 na 6,5 minuut voetballen in de tweede helft. Uitstekende goal. Dolberg laat die bal lopen en dan met een droge schuiver zorgt Donny van der Beek voor de gelijkmaker namens Ajax. Joes, goed meegegeven. Deulofeu. Het schot gaat voorlangs. Slim genomen. Enkele kant de voorzet. Nee, Dolberg. Reken er niet op zo'n scherpe bal. Deulofeu. Krijgt hem voor. En Kotarski met de trap. Nou, de kans. Ekkelenkamp. Ekkelenkamp. En de redding van Pontus Daalberg. Wat een mogelijkheid, zeg.
Isaac, succes. Sema. Ja, verrassend geschoten. De redding met de nodige moeite van Kotarski. Dit is een rolletje wat weinig voorstelt van Ben Wilmot. Oh, geen slechte poging van Shaloba. Voorzet van Lang is net te hoog voor Ekkelenkamp. Nou, nog een mooie aanval wellicht van Ajax kant om met een goed gevoel terug te reizen naar Nederland. Noah Lang, oh, schot gekraakt. Het zag er veelbelovend uit, die actie. Hij ting met de voorzet, de kopbal, ja. Mooiste goal van de wedstrijd. En zo wordt het alsnog 2-1 voor Ajax. Het applaus is terecht. Wat een goede goal van de jonge Timber. Heerlijke voorzet en werkelijk een echte spitse goal. Kijk eens, tussen twee mannen in kopt hij die bal in de verre hoek. Maar het is een verdediger. En zo wint Ajax ook deze derde van de laatste drie vriendschappelijke wedstrijden van Anderlecht. Werd met 5-2 gewonnen van Başakşehir met 2-1. En vandaag met 2-1 van Watford.